In de familie is er nooit over gesproken. En ja, ik weet het niet. Misschien heeft mijn opa wel reden gehad om erover te zwijgen. 100 jaar geleden kwam de Duitse kroonprins na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog als balling op Wieringen terecht. Hij bleek een rokkenjager en zorgde al snel voor ophef in het kleine dorp Oosterland. Mijn opa had hier zijn smederij. En op een gegeven moment komt hier dus een dame van lichte zeden het erf overlopen met daarachteraan die kroonprins. En die gaan daar het huis binnen van de buurman. En dat vond men wel heel erg merkwaardig. En ze gingen dan ook een kijkje nemen. Ze trokken de luiken open en keken naar binnen wat daar gebeurde. En nou ja, dat was ook wel wat er te verwachten viel. Het nieuws ging al snel door het dorp. Wout Smit schreef een boek over het schandaal. Hij vond brieven van de burgemeester die zich beklaagt bij de regering in Den Haag. De burgemeester was dus heel erg geschrokken van wat hij hoorde. En hij dacht, ik moet de algemene toezichthouder in Den Haag, meester Kan, informeren. Maar de eigen hofhouding van de kroonprins grijpt in. Zijn adjudanten tikken hem op de vingers en melden zich bij de burgemeester. Zij boden hun verontschuldiging aan bij de burgemeester. Zij keurden het gedrag van de prins ook af. De adjudanten van de prins hebben hem vermanend toegesproken. Dat deed wel even zeer. Hij was, nou ja, op zijn op zijn tenen getrapt. Hij was vertorend. Hij zei een dag helemaal niks tegen ze. En daarmee is de kous af. Er volgen geen andere grote incidenten. De prins woont in totaal 5 jaar op Wieringen.